Deze podcast wordt aangeboden door Sine.nl en is opgedragen aan Duimpje Worstelaar, Sine-redacteur en simpelweg goede vriend van de podcast, Luc van Huet. Fijn dat je bij ons aan boord was. Dag Luc. Deze podcast wordt ook aangeboden door InScience, International Science Film Festival Nijmegen. Listen up to what I have to say, 'cause we're in for some old-fashioned wrestling today. Not the vile and oily opposer each kind, but the kind that involves fins and thumbs you will find, 'cause it's thumb wrestling time. Yes, it's thumb wrestling time. So we will discuss pros and cons, faults and pluses of all your favorite movies, and we will ponder the merits of cinema in this WrestleMania, 'cause it's thumb wrestling time. Schrik niet van het geluid ermee begin. Bedankt voor de waarschuwing. Hallo, pot people. Wauw! Dat is van Invasion of the Body Snatchers. Welkom bij Duimpje Worstelen live hier op InScience Experiments. Het International Science Film Festival hier in Nijmegen. Dit is ook een beetje experiment. We gaan dit gauw live opnemen hier met publiek erbij. Iedereen die het kan horen, laat even van je horen. Duimpje Worstelen is een podcast waarin in dit geval twee theorieën over één film, een beetje thesis en antithesis misschien, samen gaan vloeien in de synthesis van filmconversatie. Dit is aflevering 114. Mijn naam is Ruud, de 20e eeuwse Vos, en ik heb hier een hele fijne gast met wie ik ga praten dadelijk over de film Back to the Future uit 1985 van regisseur Robert Zemeckis. Ik ben even benieuwd, wie hier heeft die film nog niet gezien? Er gaan wat handen omhoog. Gaan jullie er naartoe dadelijk? Kijk, dan ga ik eventjes de plotbeschrijving ook een beetje sumier houden. Niet alleen maar vertellen van waar het een beetje over gaat. De film gaat over tijdreiziger Marty McFly, die op zoek gaat naar de jongere versie van Doc Brown, die over 30 jaar een tijdmachine uitvindt, in de hoop dat hij hem terug kan sturen naar de toekomst. En in de tussentijd moet hij ook nog het huwelijk van zijn ouders redden, want anders loopt hij het risico zelf niet meer te bestaan. Ik ga even vragen of dit een goede beschrijving is aan mijn gast, professor Dr. Theo Razing. Goedemiddag, ja, dankjewel. Nou, dit is een korte, maar correcte samenvatting van de film, ja, dat kan ik wel zeggen. Ik zal u ook nog eventjes voorstellen aan iedereen. Theo Razing is natuurkundige aan de faculteit Natuurwetenschap en Wiskunde en Informatie van de Radboud Universiteit hier in Nijmegen. Fact check Norris hier. Ik hoop dat ik er niet vaker word bijgehaald, alleen maar voor een verspreking. Waar Ruud hier informatie zegt, bedoelt hij natuurlijk informatica. Fact check Norris out. Een echte Radboudiaan. Ik geloof dat u zelfs al vanaf uw 18e op de universiteit hier in Nijmegen bent als student begonnen. Als we dan toch over getallen hebben, vanaf mijn 17e. 17e. Maar ja, ik heb hier gestudeerd. Ik ben hier gepromoveerd. Daarna ben ik niet met tijdreis, maar met een gewoon vliegtuig. 6 jaar heb ik in Amerika gezeten. Ook nog, oké. En daarna ben ik weer teruggekomen en heb ik hier mijn carrière verder opgebouwd. Het is gepubliceerd in onder andere Nature, Science, Physical Review Letters zag ik onder andere staan. En u bent onderzoeker op het gebied van, ik zag staan, magneto-optica. Ja. En u ontving hier ook in 2008 de Spinoza-premie voor. Een van de hoogste haalbare op het gebied van wetenschap in Nederland, als ik me niet vergis. Dat klopt, ja. Hele fijne eer. En als ik dan een beschrijving zou moeten geven van magneto-optica, is het hoe op nanoschaal materiaal kan worden gemanipuleerd door middel van licht en ook hoe je met licht magnetisme kunt beïnvloeden. Maar het is een hele korte de bocht manier van Wikipedia geplukt. Nou, eigenlijk is dat een hele goede samenvatting van wat mijn groep doet. Wat wij hebben eigenlijk uitgevonden zo'n beetje. Magneto-optica in zijn algemeenheid is meer het feit dat magnetisme licht kan beïnvloeden. Ja. Wij hebben het eigenlijk omgedraaid en hebben laten zien dat je met licht ook magneten kunt beïnvloeden. Ja, ja. Alright. Maar het klopt wat er staat. Three, two, one, five. Maar goed, we gaan het nu hebben over Back to the Future. Ja. En ik heb u gevraagd om eigenlijk een soort van opening statement te geven van
dat we door middel van uw mening de film gaan aansnijden. Ja. Dus ik ben benieuwd. Wat vindt u ervan? Ja, Back to the Future is een film over tijdreizen. En het behandelt dus ook allerlei aspecten die met dat tijdreizen te maken hebben. Namelijk, je hebt daar waarschijnlijk heel veel energie voor nodig. Dus daar is een heel veel inspanning van Doc om te zorgen dat hij die energie genereert. Ook als hij op een plek is waar het eigenlijk niet meer gaat. Mm-hmm. En het heeft ook te maken met die paradoxen. Zoals je zegt, als je teruggaat, dan moet je altijd oppassen in tijdreizen dat je eigen toekomst niet, laat ik maar zeggen, verstoort. Ja, dus in dit geval dus dat huwelijk van zijn ouders. Ja, bijvoorbeeld. Of nog erger, stel je gaat met de auto en je rijdt je grootvader dood. Dan kun je helemaal, dan kan de ouders er niet eens meer zijn, zeg maar. Dus nou ja, dat zijn dingen die bijvoorbeeld in een verhaal zouden kunnen. En dan moet je dus voor oppassen dat dat niet gebeurt. Nee, precies. Dus, en dat, maar die aspecten die maken natuurlijk ook het altijd spannend. En daar wordt in deze film ook leuk mee gespeeld. Mm-hmm. En dat maakt het ook gewoon een hele, laat ik maar zeggen, het maakt het een hele, voor mij tenminste en voor heel veel mensen, een hele amusante film. Mm-hmm. Maar ik heb u ook niet voor niets gevraagd, want er vallen misschien ook wel wat gaten te prikken in de wetenschap van de film. Uiteraard. Ik bedoel, als je niet alleen omdat die film van 1985 is, dan kun je kijken dat als je van 1985, op een gegeven moment dan gaan ze terug in de tijd. 1955. En dan gaan ze naar 55, maar op een gegeven moment gaan ze ook naar voren. En dat is dus wel grappig, want dan gaan ze naar 2015. Fact-check Norris hier. Het reizen naar de toekomst gebeurt natuurlijk pas in deel 2. Maar het aanzetje daarnaartoe wordt wel al gegeven helemaal aan het einde van deze film. Fact-check Norris out. Mm-hmm. En dat is natuurlijk nu, met de wijsheid van nu, hè, dus het is alweer 8 jaar later. Ja. Aardig om te zien wat er nou wel of niet van die soort van, want dan krijg je, dan doe je toekomst voorspellen. Ja. En dat, dat is wel leuk om te zien hoe de meeste van die spectaculaire dingen, absoluut, hè, er vliegende auto's en skateboards en zo. Ja, de hoverboards. Die zijn er helemaal niet. Nee. Maar iets simpels, of simpels eigenlijk, iets wat wat ze daar al hadden, dat je met een duim of een pink een handtekening kon zetten. Dus identificatie. Ja, dat hebben we wel natuurlijk. Hè? Ja, en buienradar, maar dan buienradar, het is iets spectaculairder. Eigenlijk het meest belangrijke natuurlijk, wat ze echt gemist hebben. Maar daar had ook niemand 15 jaar geleden, denk ik, ook veel van ons wetenschappers niet bedacht. Is het effect van internet, van de iPhone. Ja. Dat is iets wat 15 jaar geleden helemaal niet bestond. En in wezen, laat ik maar zeggen, zo dominant is nu. Ja. Dat is iets wat. Maar goed, dat zijn aspecten van de toekomst voorspellen. Mm-hmm. Over de tijdreizen zelf kun je natuurlijk ook veel over hebben. Hè? Tijd. Mm-hmm. Tijd is iets natuurlijk wat in principe, laat ik maar zeggen, lineair is. Ik ga straks nog wat meer vertellen over de, laat ik maar zeggen, aspecten. Over dat tijd ook niet absoluut is. Dat klopt. Mm-hmm. En ik zal straks ook iets vertellen over relativiteitstheorie, over Einstein. En daar kom je gauw op als je het over tijdreizen hebt. Ja. En theoretisch gezien is het zelfs wel strikt genomen, mathematisch, wiskundig gezien, zou je tijdreizen nog kunnen voorstellen. Ja. Alleen als je dan ook gaat kijken wat dat zou inhouden, wat de consequenties daarvan zijn om dat voor elkaar te krijgen bijvoorbeeld. Hè? Heb je, laat ik maar zeggen, zo gigantisch veel energie nodig, dan is dat peanuts wat Doc probeert in zijn film. Dus in dat opzicht zijn er genoeg gaten in te schieten. Maar kijk, het is een film. Het is geen wetenschappelijke publicatie. Nee, het is ook waarschijnlijk iets om lol mee te hebben. Saai, zou het veel saaier worden. Hoewel, goede, laat ik maar zeggen, wetenschap is niet per se saai. Dat kan heel spannend zijn. Zeker waar. Maar in dit geval denk ik dat als je hier te veel, laat ik maar zeggen, zou vasthouden van wat wetenschappelijk wel kan. Ja. Dat er een boel van de lol van de film verloren gaat. Kan ik me heel goed voorstellen. When I saw this movie for the first time. Toen de film uitkwam, was 1985. Toen was u 32 jaar oud, als ik me niet vergis. Wanneer zag u hem voor het eerst? Wow, dat is veel later pas, eerlijk gezegd.
Ik moet eerlijk zeggen, op de eerste plaats was ik eigenlijk nooit zo in... Ik was een filmfanaat, dus ik ging... Zeker in mijn tijd van Buckley ging ik wel twee, drie keer in de week naar de film. Ik, ja. ik ging heel graag naar de film. Die film heb ik toen de tijd daar niet gezien. Ik ging naar allerlei artfilms en whatever. Maar ook gewoon leuke films, maar ik heb die gewoon gemist. Maar terug in Nijmegen zijn twee aspecten. Ik ben in Amerika mijn huidige partner, een Amerikaanse, tegengekomen die helemaal weg is van science fiction. Ja. Daar had ik vroeger niet zoveel mee. Nee. Maar je raakt toch beïnvloed. En ik heb twee vrienden die zijn helemaal in Back to the Future. Die hebben die cd's. Ik heb ook weer geleend om even voor te bereiden voor vandaag. Dus die heb ik opnieuw gezien. Dus ik heb ergens denk ik 5 jaar later of 6 jaar voor het eerst die film gezien. En tegen die tijd misschien zelfs al dat het vooral te huur was of ergens op tv. Hij werd heel vaak uitgezonden op tv. Ja, ik heb hem toen op dvd gezien, dat weet ik zeker. Ja. Ja, voor mij moet het zeker tv zijn geweest. Ik weet zelfs vrij zeker dat het de Veronica Meimaand filmmaand was. Waar die echt bijna elk jaar wel weer voorbij kwam. Ja, ja, ja. Maar het was ook zo'n populaire film. Ja. En ook met goede reden, denk ik. Want het is eentje die heel lekker wegkijkt. Ja. Het is een komische film. Het is komisch, ik zeg. Nou, toevallig, diezelfde vrienden hadden een... ik denk dat hij... Nee, niet met pensioen. Maar hij had een of ander jubileum. En precies rond de dag van oktober 2015. Ja. Dus daar ben ik nog gekomen in een lab. In een labjas en een laboratoriumbril. Een beetje à la Doc. Een beetje à la Doc. Heb je ook het kapsel voor? Alleen dan niet wit genoeg misschien. Gelukkig nog niet. Wat dat betreft de wetenschap die erin zit. Voor een groot deel hebben ze ook gewoon een hele mooie manier, creatief zijn ze ermee omgegaan om te zorgen dat het niet allemaal ingevuld hoeft te worden. Hij heeft een apparaatje, de Flux Capacitor. Daar heb ik hier zelfs een t-shirt van aan. Want ik dacht van, als we dan toch gaan opnemen over Back to the Future, dan ga ik ook in stijl. Ja. Maar de Flux Capacitor is iets dat heeft hij bedacht in een droom. Ja. Er wordt niet uitgelegd hoe het werkt. Het is gewoon, dat is hoe tijdreizen wordt veroorzaakt. Ja. En het enige wat belangrijk is voor de film is, daar moet heel veel energie naartoe. Ja. Dat is best een elegante oplossing. Dat is ook een hele elegante oplossing. Omdat het ergens wel aangeeft, net wat ik straks al zei. Heel theoretisch gezien zou je kunnen zeggen, tijdreizen is mogelijk. Er is alleen zo'n oneindig veel energie voor nodig. Dat je dat nooit voor elkaar krijgt. Ja, maar dus moet je niet in de details gaan van die energie. Alleen duidelijk maken dat er heel veel... Hè, hij doet ook heel veel zijn best. Hij heeft in dit geval is het 1,21 gigawatts. Ja, ja. En dat klinkt ook heel veel, hè? Ja. Maar laat ik maar zeggen, als je kijkt wat er in een... hij gebruikt ook later een bliksemstraal. Ja. Hè? En dat is... als je in een gemiddelde bliksemstraal... Dat zit zo 1 tot 10 gigajoule aan energie in. Hè? Ah, ja. Watt is een eenheid van energie wat je levert. Hè? Dus dat is... Maar... dus dat is een joule per seconde. Mm-hmm. Maar... dat is maar een flits. Nou, die duurt een microseconde, milliseconde misschien hooguit. Ja. En dan bovendien gaat nog maar 10% denk ik van die flits gaat echt in elektrische stroom zitten. Ja. De rest gaat in licht en in het geluid. Ja, precies. Als je het maximum hebt dan van 10 gigajoule. Ja, oké, heb je 1, gigawatt en gigajoule zijn twee heel andere dingen. Dat schiet niet op. Het gaat, een watt is dus een joule per seconde. Dus hoeveel energie je in een hele korte tijd kunt leveren. Ja. Dit levert wel een grote, hoge piek op. Ja. Maar als je kijkt wat je met die piek zou kunnen doen... als je hem in een capacitor zou opslaan van Doc bijvoorbeeld... Ja. Hè, dan heb je ongeveer 300 megawattuur. Aan 300 kilowattuur. Hè. Dus nou, kijk maar op je elektriciteitsrekening. Ja. Dan kun je in een half jaar of zo... je lampen in huis laten branden. Maar dan kun je geen tijdreizen mee maken. Nee, precies. You're gonna need a bigger podcast. Er zijn ook wel wat verschillende ideeën over wat wel kan en wat niet kan qua tijdreizen. In ieder geval vooruitreizende tijd. Dat is theoretisch gezien waarschijnlijk makkelijker. Mm. Omdat je daar alleen maar over hoeft te reizen met de snelheid van het licht. En alleen maar reizen met de snelheid van het licht is al... Ja. Iets waar we voorlopig nog niet aan hoeven te denken. Ja. Nou ja, je kunt zelf, en daar ga ik straks nog iets meer in detail in, omdat ik daarvoor gevraagd werd.
Maar als je gaat kijken, hè, hoeveel in die, bijvoorbeeld een andere manier, hè, zoals als je met de snelheid van het licht wil reizen. Mm-hmm. Hè, neem een ruimteschip, hè, ja. En die wil dat met de snelheid van het licht laten reizen. Ja. Hè, dan heeft dat 100 tot 1000 keer zijn massa nodig aan brandstof, ja, om zo snel te reizen. Maar het wordt erger, want je moet natuurlijk, als je ergens, als ik, ik wil zeggen, in de ruimte van A naar B wil reizen met die bijna lichtsnelheid. Ja. Als ik daar aankom, moet ik weer afremmen. Ja. Dus heb ik ook weer 1000 keer. Dus ik heb 1000 keer de massa nodig. Okay. Om dus dat soort, laat ik maar zeggen, als je daar een beetje verder induikt, ja, geeft dan aan van wat je allemaal, laat ik maar zeggen, ja, hoe onmogelijk het min of meer is om echt dit soort snelheden te halen. Ja. Dan heb je het nog niet over tijdreizen, heb je het alleen over heel snel reizen. Ja, precies. Ja. En dan is een bijkomstige bijgeval ervan, van als je zo snel gaat, dan gaat de tijd voor de rest gaat langzamer. Ja. Of in ieder geval, zij bewegen sneller door de tijd heen. Jouw tijd gaat langzamer. Precies, daarom. Dus jij komt later, ja, aan, als het ware. Want, ja, als je, laat ik maar zeggen, nou, dat is op zich, stel dat je zelfs bij de helft van de lichtsnelheid, mm-hmm, heb ik van de week uitgerekend, dan, als je dat, dan is die factor, dat is ongeveer 13%, dus de halve lichtsnelheid, dat is niet haalbaar voor welke technologie we ook hebben, even voor de, nee, duidelijkheid, precies, maar gewoon voor het getal. Ja. Dan zit je dus, wat zei ik, van met een half, dan zit je dus, halve lichtsnelheid zit je dus ongeveer, dan gaat de tijd 13% langzamer. Dus dat betekent toch, als je dat uitrekent voor een dag, hè, 24 uur, stel dat, ja, je om de aarde aan het rondvliegen bent met zo'n ruimteschip met de lichtsnelheid. Ja. Hè, een dag, 24 uur, dan is jouw dag ruim drie uur korter. Ja. Dus dat is wel substantieel. Ja. Maar eerlijk gezegd, als je dus gaat kijken met de snelheid waarmee dat die DeLorean rijdt, hè, met, ja, 88 mijl per uur gaat hij. Precies. Hè, dan heb je het over 1/10 van nanoseconde. Dat kan je ook uitrekenen, hoor. Maar dat is dus niet meetbaar. Ja, daarin is het ook meer van door de snel te reizen te rijden. Ja. Lijkt me dat er meer gewoon de stroom wordt opgewekt door middel, ja, van die nucleaire fusie in een ander deel van het apparaat. Nou, de fusie is waarschijnlijk de, laat ik maar zeggen, kijk, het is ook allemaal niet zo precies uitgelegd. Nee. Maar hij heeft een fusie. Fusiebron is natuurlijk een energiebron. Hè? Ja. Onze grootste energiebron is de zon. Ja. En die levert zijn energie door fusie in, ja, de kern. Ja, en dat is de beste. Daarom, als we het hebben over fusiereactoren te bouwen, daar zijn ze al meer dan 50 jaar mee bezig. Mm-hmm. Dan zeg ik altijd, de beste fusiereactor die er is, dat is de zon. Die kunnen, ja, we beter gebruiken, dat is efficiënter, mm-hmm, dan een reactor bouwen. Want je hebt zo'n gigantische hoge temperaturen nodig. Ja. En ook dat, hè, zo'n fusie, hij zegt dat hij een fusiereactor heeft. Ja. Maar de zon, inwendige van de zon is 15 miljoen graden. Ja, precies. Dus dat lukt ook niet. Hè? Nee, je auto wordt wel heel heet. Daarentegen, als hij door de tijd is gereisd, komt hij juist uit helemaal bevroren. Ja. Is dat enigszins, ja, ik zou bijna willen vragen, op een hele stomme manier, klopt dat? Of is dat alleen te verklaren van, misschien is het een koelingssysteem? Nee, ik weet niet waarom ze dat zo. Dag. Ik weet niet of dat, laat me zeggen, of klopt dat? Als je, ja, denkt over dit soort hoge snelheden en energieën, dan denk je zeker van, nee, dat klopt niet. Ik denk gewoon omdat het er spectaculair uitziet. Ja. Je bent van heel ver gekomen. Je hebt iets heel, laat ik zeggen, bizars meegemaakt. Mm-hmm. Dus dan kom je bizar aan. Als je door een hele sneeuwstorm binnenkomt en helemaal met een bevroren gezicht, ja, dan ziet dat er ook heel spectaculair uit. Zeker. En is het ook. Ja, ja. Maar in dit geval, helemaal, of ik heb iets gemist, maar dat zou ook kunnen, hoor. Maar ik heb niet echt helemaal begrepen waarom dat zo was, behalve dat het spectaculair uitzag. Ja. Ja, op zich maakt de film wel heel erg leuk op een manier, zeg maar, zijn eigen regels duidelijk qua het reizen door de tijd. Ja. Als in, je kunt dingen veranderen, de tijdlijn past zich daaraan aan. Ja. Dat gaat niet meteen. Nee. Om een of andere reden, maar het is denk ik vooral leuk zodat je een soort van tikkende klok kunt inbouwen. Die foto werkt als een soort van tikkende klok. Ja. Hij ziet zijn broer en zus, ziet hij daarvan verdwijnen voordat hij, ja, daar, ja, zijn. Ja, daar zie je dus het aspect van, als je niet oppast, dan kun je dus als het ware je toekomst beïnvloeden. Hè? Ja. En dan kan er dus iemand inderdaad van, het dreigt, laten we zeggen, zijn toekomst
gedeeltelijk ja, niet, uit, niet zijn zoals hij het eigenlijk zou moeten zijn. Nee, precies. En dan wordt hij zelf, zijn eigen toekomst begint. Het is natuurlijk spectaculairder om eerst broertjes en zusjes langzaam te laten verdwijnen. Ja. Zodat hij lang, dus niet op zich ook niet strikt nog logisch. Maar wel meer spannend voor het verhaal. Want hij ziet langzaam wat er gebeuren gaat. En direct verdwijn ik. Hè? Dat is een beetje wat er natuurlijk meespeelt. Ja, en op een gegeven moment zie je zelfs een beetje wat hints daarvan. Zeg maar als hij op dat feest staat te spelen. Ja, ja, je ziet af en toe wat onduidelijk. Ja, ja, hij wordt even wat vaag. Het lijkt een beetje wat er... ik weet niet of je ook naar Star Trek kijkt. Maar dat zeker. Mensen die beam me up. Dan zie je soms ook eventjes wordt dat... dat is een televisie van vroeger die even... beetje gaat, beetje gaat flikkeren. Dat is een hele mooie visual. Ja. Dat, het is ook extra leuk als er iets gebeurt terwijl dat ze worden gebeamd. Ja. Omdat dan bijvoorbeeld een beweging gewoon doorgaat naar een nieuwe plek en dat soort zaken. Precies. Nee, daarom dus... Kijk, het is zeker niet wetenschappelijk. Maar men probeert een soort consistent verhaal ervan te maken. Ja. Wat heel erg ook amusant is. En daar gaat het om. Tenslotte, het is een film voor de ontspanning. Ja, nou ja, ik kan me er wel zoiets van die vragen over stellen, weet je wel. Van als je nou eens echt naar de tijd reist, je verschijnt ineens op een andere plek. Wat gebeurt er met al die materie op de plek van waar je staat? Is er ineens een schokgolf dat alles weg wordt geblazen omdat ineens zoveel meer moleculen de ruimte nodig hebben in de ruimte? Of? Nou ja, kijk, dat is interessant als je dat zegt. Hè? Want dan dat zag je ook de allereerste, laat ik maar zeggen, films of... die met het idee van tijdreizen, dat is al ouder, hè? Van H.G. Wells is volgens mij de eerste die dat echt... zo. Ja, niet helemaal, maar wel op zo'n manier met een tijdmachine. Precies, hij had een tijdmachine. Ja. En die maakte toen al, en daar heeft hij naar de hand, werd dat wel gecorrigeerd, die veranderde alleen in de tijd. Ja. En dan krijg je al met het probleem van in die tijd, als je alleen de tijd verandert, maar nu de ruimte meeneemt, dan kom je op de plek waar die al bezet is. Door. Ja. Dus je moet altijd... uitgeruild, of die lucht waar jij staat, die moet ergens anders naartoe. Precies, dus in wezen. En dat is ook wel interessant. En dat is ook wel de wetenschap, die net wat ik zei, strikt genomen, wiskundig gezien, tijdreizen onmogelijk maken, is in wezen hoe Einstein onze, laat ik maar zeggen, ruimte beschrijft als een ruimtetijd. Als een soort vierdimensionale ruimtetijd. Ja. En dus je moet altijd, als je aan tijdreizen denkt, niet alleen aan de tijd denken, maar de tijd en de ruimte tegelijk. Ja. En dus dat is wel belangrijk. En zo, dus die aspecten eigenlijk, ik bedoel, ze gaan daar hier niet op in. Maar bijvoorbeeld, ik bedoel, een andere film die... eigenlijk wat verder gaat, daar ga ik straks nog even over hebben, is met Star Trek. Mm-hmm. Ja, en die reizen nog veel ongelooflijk veel sneller. Mm-hmm. En, met warp-snelheid hebben ze die gebruiken. Maar dat warp is in wezen is dat niet dat je het voor elkaar kunt krijgen. Maar dat is wel eigenlijk wat je in de ruimtetijd moet doen. Ja. Warp het, dat betekent maak het krom, verbuig het. Dat is to warp, is verbuigen. Kijk, en dat is eigenlijk... Het is een cliché uit science fiction films... dat het reizen door tijd en het warpen van tijd en ruimte... wordt uitgelegd met een papiertje en een pen. Ja. Ik heb ze meegenomen voor de zekerheid. Wil je ze gebruiken? Of denk Nee, dan wil ik wel uitleggen voor die mensen die het zien willen. Kijk, als dit vier dimensies tekenen... drie dimensies, ik kan er überhaupt niet goed tekenen. Dus een blad... Dus, maar als je dus nu denkt van ruimte-tijd, dat is een vierdimensionale, dan heb ik, dan teken ik de drie dimensies van de ruimte, gebruik ik even twee. En dan kan de ruimte-tijd kan op allerlei manieren, dus dit is nou een driedimensionaal voorwerp, met andere woorden, de derde dimensie is de tijd. Nou wil je van dit punt naar dit punt reizen. Nou, en hoe snel kan dat? Nou, moet ik even... Ik kan ook niet zo goed een rechte lijn trekken, maar dat is niet zo erg, want het is toch gekromd. Dan zou je denken, dan ga je van zo naar zo. Hè? En dan, afhankelijk van je snelheid, doe je er een bepaalde tijd over. Dus stel dat je nou die ruimtetijd, die inderdaad verbogen wordt. En het interessante is dat... Eén manier waarop je de zwaartekracht kunt uitleggen, wat Einstein ook heeft gedaan in zijn wiskunde, is laten zien dat massa vervormen deze ruimtetijd. Hè? Dus als stel dat er eerst geen massa is, er is een ruimtetijd en dan komt daar de aarde en die maakt daar een klein
dutje in. Er komt de zon, die is zwaarder, dus die maakt er nog een grotere vervorming in. Dus op die manier kan de ruimtetijd worden vervormd. Op die manier kun je ook begrijpen hoe, op een andere manier, alternatieve manier om de wiskundig de zwaartekracht uit te rekenen. Maar nu stel dat we hem echt kunnen vervormen. Dan zeggen we, nou, als ik hem toch kan vervormen, dan ga ik hem zo vervormen. Dan doe ik het zo. Dan liggen ze al dichter bij elkaar, maar er zit geen ruimte-tijd tussen. Dus er zit eigenlijk, ik kan toch nog niet, steeds niet, want eigenlijk moet ik wel in mijn drie-dimensionale. Maar nou hebben we iets anders gevonden. Dat is een wiskundige oplossing van die vergelijkingen van dat. Een zogenaamd wormgat. Hmm. En dat is min of meer, dan moet ik maar eventjes op bruut geweld gebruiken. Ja, precies. Ik ga hem er doorheen drukken. En dan ga ik deze verbinden met een soort wormgat. En nou is het maar een heel korte afstand. Dus nu kan ik plotseling een afstand die eigenlijk zo gigantisch groot is, wat ik daar een heel leven over zou doen, kan ik nu in een half uurtje, om op de schaal te blijven. Ja. En dat is iets wat, heet dan een wormgat. En dat heeft te maken met het warpen, het verbuigen van de ruimtetijd. Mm-hmm. En dat warpen, dat is inderdaad, als je dus kijkt naar andere science fiction, als Star Trek, die gebruikt warp, warp speed. En dat is op zich wel slim, want die gebruiken dus in wezen toch wel echte, laat ik maar zeggen, bestaande wetenschappelijke ideeën en uitdrukkingen. Alleen ze maken het een klein beetje, laat ik maar zeggen, ze laten er spectaculair uitzien. Iets te spectaculair, maar het is hetzelfde als de tijdreizen van Doc. Ja. Want de hoeveelheid energie die je zou nodig hebben om dit überhaupt te maken, is voor een wormgat van deze afmeting dat er een Star Trek doorheen kan. Dan moet je denken aan een zwart gat. En dan heb je een hoeveelheid energie die net zo groot is als, of groter is dan dat de zon is een hele miljarden jaren van bestaan zal kunnen genereren. Ja. Dus dat kunnen we niet zomaar opwekken. Niet zomaar, dat kunnen we zomaar niet opwekken. Daar hebben we in ieder geval nog niet de oplossing voor gevonden. Nee. Zoals hier snel in wordt gegeven van, ja, het kan met een bliksemstraal maar, of met een beetje plutonium. Ja, precies. Maar het leuke is dat het dus niet helemaal onzin is dat warp, en to warp is iets wat wel op zichzelf gebeurt en kan. Hm. Dus het goede van goede science fiction is altijd, je speelt een beetje en je gebruikt je imagination. Ik ben even het Nederlandse woord kwijt. Je fantasie. Ja. Je fantasie, ja. Dankjewel. Je fantasie. Meestal als ik over natuurkunde praat is het in het Engels. Dus ik doe dat niet zo vaak in het Nederlands. Maar je gebruikt je fantasie en daarom is het ook leuk. Maar goede science fiction heeft vaak wel goede, laat ik maar zeggen, adviseurs. Die wel vertellen dat het niet helemaal onzin is. En een beetje refereert naar wat de wetenschap je kan leren. Roads. Where we're going, we don't need roads. Er zit ook een hele interessante paradox in Back to the Future. Maar die wordt niet per se zo uitgelegd. Er wordt meer een leuk grapje van gemaakt. Op een gegeven moment staat hij op een feestje. Staat hij een liedje te spelen van Chuck Berry. Johnny Be Good. Op waar de band die daar speelt wordt geleid door de neef van Chuck Berry. Ja. Die vervolgens Chuck Berry opbelt en die zegt van, hey, dat nieuwe geluid waar je naar op zoek was, dit is het. Dit is het, luister. Dus precies dat liedje wordt dan door de telefoon naar Chuck Berry gestuurd, waardoor hij het gaat spelen. Maar als Michael J. Fox, Marty McFly, het kent van Chuck Berry. Ja. En Chuck Berry kent het van Marty McFly. Ja. Wie heeft die muziek dan geschreven? Ja, precies. Daar zie je, laat ik maar zeggen, hoe als je dus echt, laat ik maar zeggen, naar de details door gaat denken. Hè, dan loop je tegen paradoxen aan. Ja. En dat kan niet anders. Dat soort dingen zijn juist, daarom is het een leuke grap. Ja. Omdat het niet echt kan. Mm-hmm. Maar het is wel een. Het suggereert van, wat zou er kunnen als je echt zou kunnen tijdreizen? Maar als je erover doordenkt, dan denk je, ja, dat kan eigenlijk niet. Want hij kan het helemaal niet kennen als hij dat. Er is heel veel iconisch aan de film. Er zitten heel veel citaten in die heel veel kunnen worden teruggehaald. Alleen al, road, where we going, we don't need road. Dat is een hele fijne. Ja. Je hebt wanneer Biff probeert om George McFly weg te jagen, zo van make like a tree and get out of here, in plaats van make like a tree and leave, dat soort dingen, van die geintjes. Het is een eindeloos citeerbare film. Ja. Het is een hele fijne film om te kijken.
Helemaal dus de populariteit kun je helemaal wel gewoon goed van snappen. Van waarom. Maar die tijd was wel heel vreemd dat een tijdreisfilm zo populair zou worden. Ja, maar dat is met films. Ik bedoel, en net als met boeken en met muziek. Het is niet altijd te voorspellen wat aanslaat of niet. En deze heeft. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, toen ik hem afgelopen week weer opnieuw zag. Ik vond hem nog steeds leuk en tegelijkertijd denk je, ja, hij is ook wel een beetje gedateerd. Ik bedoel, hij zit er dingen aan die, ja. En dat kan niet anders. Nee. En ik ben benieuwd hoe de jeugd die er nu straks naar gaat kijken, hoe die hem nog steeds vinden. Hè? Of die hem nog steeds leuk vinden. Dat vraag ik me ook echt af. Nou ja, er zit hier iemand met een heel mooi Back to the Future t-shirt aan. Ja, maar die moet hem nog zien straks toch? Want die heeft hem nog niet gezien. Die heeft alleen maar t-shirt. Dus we zijn benieuwd. Zeker benieuwd. We vragen jou na afloop. Dan word jij geïnterviewd. Ja, deze keer is het wat extra experimenteel. Om aangezien wat publiek hebben die de film niet heeft gezien. Ik wil gewoon niet te veel gaan weggeven. Nee, dus dat precies. Maakt het wat lastiger om spoilers heen te dansen en zo. Maar wat de film bijvoorbeeld ook heel erg sterk doet, is heel erg aan het begin allemaal van die spoortjes geven die later in de film een payoff hebben. Ja. Als in de klokkentoren, hoe daarover wordt begonnen. Van, er is een klokkentoren. Ja. Er is in 1955 is daar bliksem ingeslagen. Nou, later als die bliksem nodig hebben, is het heel handig om dat te weten. Maar ze krijgen ook zelfs al een papiertje waar het op staat. Ja. Marty McFly krijgt het telefoonnummer van zijn geliefde op dat papiertje en dat soort dingen. Ja. En de busje die er rondrijden voor de verkiezingscampagne van Goldie, in ieder geval de toekomstige burgemeester in 50. Ja. Nee, dat zijn hele leuke dingen. Ook vooral, laat ik zeggen, heel essentieel. Dat wil ik zeggen dat je in het begin van de film hoort dat die klok, dat is dat daar bliksem is ingeslagen. En als hij terugreist in de tijd, dan merkt hij gewoon, ik heb energie nodig. En mijn batterijen, laat ik maar zeggen, zijn leeg. Zijn plutonium doet het niet meer. En dan moet hij een oplossing vinden. En dan herinneren ze zich natuurlijk, oh ja, dat is de klok. En dat komt straks. En dan hebben ze nog net zoveel tijd om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dat maakt het natuurlijk heel erg spannend, want dan gaat het bijna fout natuurlijk. Dat maakt het ook meer spannend, dat het bijna fout gaat. Maar nu moet ik niet te veel vertellen, want dan anders dan. Nee, precies. Vertellen maar we het is geen leuke film als het niet allemaal het bijna dreigt mis te gaan. Dus het wordt allemaal. Maar we hebben die film al een paar keer gezien en we vinden hem nog steeds leuk hoor. Ja, precies. Maar krijgt u vaak sowieso van dit soort vragen over films en zo? Van wat werkt er, wat klopt er allemaal wel, wat klopt er allemaal niet? Nou, heel soms wel. Ik heb wel eens inderdaad niet over deze film. Maar bijvoorbeeld wel over Star Trek is er wel eens van, hoe zit dat nou en kan dat? En daar heb ik wel eens vragen over gehad natuurlijk. En ik heb ook hier, maar in een heel andere context, in Science Festival, toen het net begon, heb ik ook wel over de wetenschap en de wetenschap van nu verteld en wat we daar mee willen doen. En Wat is de moeilijkste vraag die je ooit hebt gehad wat dat betreft om te beantwoorden? Oh, dat vind ik een. Dit het misschien dan. Deze dus. Dat zou ik zo niet weten. Ik kan beter omdraaien. Ik word regelmatig gevraagd, ook over mijn werk, maar voor het algemeen publiek, niet voor een groep van wetenschappers, maar juist voor. Maar ook op middelbare scholen en ook wel eens op. Ik heb wel een aantal keren voor groepen van 10 tot 12-jarigen. Ik heb vorig jaar zelfs in de speeltuin in Os. Voor de kleuters en kleine praten over magneten. Je moet je verhaal aanpassen aan het publiek. Tuurlijk. Maar ik vind het altijd heel erg leuk. En die kinderen komen met fantastische vragen. Ja. Waar je echt af en toe. Dus ik kan er niet zo gauw eentje herhalen. Maar het leuke is, die vragen gewoon, die worden niet tegengehouden door, laat ik maar zeggen, enige schroom. Dus die vragen gewoon, als ze iets gek vinden, van hoe kan dat? En hoe kan dat? En die kunnen met vragen komen waar ik geen antwoord op heb. Ja. Dat is heel leuk. Nee, precies. Dat is een leuke uitdaging. Ik heb nog wel een vraag over de film. Improve Mendazio. Wat zou er aan Back to the Future veranderd kunnen worden, waardoor die wetenschappelijk misschien nog een beetje beter zou kloppen? Ja, ik heb daarover nagedacht, want dat had je me gevraagd om over na te denken. Maar ik denk juist dat als de film, laat ik maar zeggen, wetenschappelijk beter gaat worden, dat die qua film waarschijnlijk minder
goed of minder leuk zal worden. Dus ik heb er wel over nagedacht. En ik heb zelf het idee, er zitten voldoende interessante referenties aan wetenschap. Zitten daarin natuurlijk. Ja. Maar kijk, je zou kunnen zeggen, als je hem nu zou maken, net wat ik net al zei van die 2015, dan zie je dus dat je een heleboel dingen echt gemist hebt. Maar dan moet je echt een hele andere film gaan maken. Ja. Want dan heb je het over hele andere aspecten. Wat op zichzelf kan ik me voorstellen dat mensen, filmmaker, daar met ideeën kunnen komen. Want als je ziet met de huidige ontwikkelingen, net wat ik straks al noemde, internet. Daar hadden ze helemaal niet aan gedacht. Maar ik bedoel, 15 jaar geleden hadden wetenschappers en technologen ook nog niet gedacht. Nee. Laat staan filmmakers. De impact van die mobiele telefoon. Wat eigenlijk geen mobiele telefoon meer is. Ik zeg wel eens als ik een verhaal geef. Ja. Oh ja, je kunt er ook nog mee telefoneren. Maar de jeugd telefoneert bijna niet. Nee, precies. Die stuurt appjes en die doet dit. En je hebt een computer. Die, je hebt hier een computer in zitten die sterker is dan die grote computer waar ik als student mee rekende. Ja. Dus ja, ik heb ontwikkeling... al zo'n vergelijking gehoord van de technologie, de rekenkracht van de computer van de Apollo 11. Die heb je nu in je broekzak zitten. Ja, en dat is niet je telefoon. Ja. Dat is de ding om je auto van het slot af te halen. Ja. Nee, maar dat laat gewoon zien hoe ongelooflijk hard die ontwikkelingen gaan. Ja. Maar grappig genoeg... Momenteel, als je dit nu doortrekt, hè, die ontwikkeling gaat zo hard en de toepassingen is zo groot. En als je het hebt over artificial intelligence, wat overal voor gebruikt gaat worden, dat ook daar nu de toekomst, de ontwikkeling daarvan, gaat begrensd worden door de energie. Ja. Want het kost zoveel energie. Nu al gaat bijna 10% van de elektrische energie gaat in al die datacenters zitten. Ja. En dat groeit niet met, laat ik maar zeggen, verdubbeling per 2 jaar. Nee. Nee, dat verdubbelt elke 3 maanden. Ja, dat gaat ongelooflijk hard. En dat is absoluut niet houdbaar. Dat is, als je het nu hebt over een groenere toekomst en we moeten opletten, dan is dit een ontwikkeling die daar haaks tegenop staat. Hm. En ook daar is dus energie, net als bij tijdreizen, energie is een heel cruciaal iets. Ja. Maar dat wordt de limiet. En, er is een limiet van wat deze planeet kan opwekken aan energie. Ja, en inderdaad. En we moeten dat zeker niet alleen maar gebruiken om, laat ik maar zeggen, foto's op te slaan en rond te sturen over de hele wereld. Want dan zijn we niet goed bezig. Om Back to the Future op onze telefoon te kijken terwijl we op de wc zitten en dat soort dingen. Ja, dat klopt wel, ja. Ja. Ik heb ook nog gevraagd om 3 kijktips voor de luisteraars. Ik ben benieuwd wat u in petto heeft. Tip 1! Nou, er zijn, als je dus hebt over... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel films. Maar als je het een beetje hebt over films die ook met het onderwerp te maken hebben. Dan is Star Trek. En er zijn natuurlijk een heleboel versies. Maar ik is heb een geen specifieke. Deel eentje nog heen? Nou, daar heb ik dat zo goed. Ik ben, in First Contact gaan ze tijdreizen. Ik denk, ze gebruiken het vaker. Hè, dat ze op een gegeven moment weer terugkomen. En dan moet hij iets oplossen omdat er iets fout ging. En zo. Dus maar Star Trek zijn... is een interessante film. Tip 2! Een andere die niet zozeer met tijdreizen te maken heeft, maar wel echt te maken heeft met, ja, toch wel een beetje met de toekomst. En die ik nu eigenlijk, daar moest ik aan denken, en dat is, dan moet ik even, god weet je die nou, dan ben ik even de titel kwijt. Dan moet ik hem direct even opzoeken, want ik heb hem... Weet hij nog... Ja, nee, dat ging dus over het feit dat je dus probeert... Minority Report, zo heet dat. Ja. En Minority Report is eigenlijk een hele interessante film, als je erover nadenkt. Want daar zie je dus hoe mensen dus proberen misdaden te voorkomen. Hè? Ja. Door, die kunnen dus als het ware in de toekomst kijken... Maar het is een heel akelig idee als je erover nadenkt dat tegenwoordig zijn heel dicht in die buurt. Omdat, laat ik maar zeggen, met alle Googles en Facebooks... Ja, zijn dingen te voorspellen. Soort alles, van door, ja, niet alleen zijn dingen te voorspellen, maar laat ik maar zeggen, men weet ook zoveel over iedereen. Ja. En dus daar lijkt het nog een soort van echt science fiction. Dat is science fiction die heel erg, laat ik maar zeggen, luguber dicht bij de realiteit begint te komen. Ja.
Ja. Alhoewel het daar nog enigszins wordt gedaan van te krijgen visioenen waarvan niet 100% zeker is dat het zeker gaat gebeuren. Nee, maar goed. En met voorstaande software is dat misschien zelfs nog trickier, want je kunt eigenlijk mensen pas gaan bestraffen als ze iets hebben gedaan. Ja. Nee, maar de neiging zal zijn voor mensen van we kunnen het maar voorkomen. Beter maar voorkomen dan hè? Zoiets. Tip 3! En dan een ander wat wel echt met tijdreizen te maken heeft, en dat is gewoon leuk. Dat is geen film, dat is een serie, dat is Outlander. Ja. Dat vind ik gewoon heel leuk. En ik zie dat ik niet de enige ben. Het is gewoon mooi gemaakt. Het past allemaal. Het is leuk, romantisch verhaal. Het is romantisch, het is leuk. Er zitten wel historische correcte zaken in ook. Dus het is op zich, laat ik maar zeggen. En daar zie je dus ook dat ze met de kennis van twee eeuwen later proberen mensen bijvoorbeeld. De Claire is medisch opgeleid. Ja. Dus die probeert weer dingen. Dus het steriliseren. Allerlei zaken die ze al kent. Ja. Op een voorzichtige manier. Trouwens ook niet zo makkelijk. Want ze moeten wel met de middelen doen van 200 jaar eerder. Dus dat is nog niet zo makkelijk. Maar dat gaat ze allemaal zelf uitvinden. Gedeeltelijk lukt dat. Ja. En dat vind ik. Dus dat is ook grappig. Omdat daar dus ook die dingen in zitten. Van met de kennis van de toekomst. Maar het is ook inderdaad. Daar is het ook gewoon heel. Alle spanning en romantiek. En whatever. Het is een goede combinatie. Er wordt ook iets juist gedaan. Om met de middelen van tijdreizen. Als een manier om verhalen te vellen. Juist heel persoonlijke verhalen te maken. En ook die mensen. En daar spelen die menselijke factoren. En beslissingen die je moet nemen. Op een gegeven moment. Ook een heel belangrijke rol. En ik vind het gewoon heel mooi. En toch een mooie link met Back to the Future. Ja, zeker weten. Ja. Oké, ik denk dat het een beetje tijd begint te worden om er een eind aan te breien. Zeker ook omdat u dadelijk naar de zaal moet. Waar u ook vooraf aan de film Back to the Future gaat praten over de enorme hoeveelheden energie die er opgewekt gaan moeten worden. And so we fought and we battled, yes we beat each other up. Both of us tried hard, we both failed. Yes, I had you. Ik wil even alvast iedereen hier bedanken die is komen luisteren live naar deze podcast. Ik wil professor Dr. Theo Razing bedanken als gast. Heel fijn dat u aan wilde schuiven. Dank graag u wel. Gedaan. Graag ook dank aan de techniek, Frans. Duim omhoog, hoppa. En verder wil ik nog even kort kwijt. Dit was een cinema production gepresenteerd en gemonteerd door mij, Ruud de 20e eeuwse Vos. En natuurlijk met prachtige jingles tussendoor gemonteerd. Hier waren ze niet te horen. Van het genie Roy Grutters. Wil je deze podcast steunen, dan kan dat op Patreon. Ga naar patreon.com/duimpjeworst, daar vind je uit hoe. En voor de rest vind je ons ook op de socials. Twitter, Facebook, Instagram en Letterboxd. En natuurlijk, mocht je wat te zeuren hebben, dan mag dat altijd in een lekkere haatmail aan duimpjeworstelen@gmail.com. Hartelijk dank allemaal. Graag weer. Tot de volgende keer. Tot ziens. Ladies and gentlemen, could we have an enormous round of applause, please, for our host, who has once again succeeded in bringing to us a plethora of top-notch, cinematographically themed entertainment. We have had an absolute ball, have we not? Next time on Thumb Wrestling. Steven Spielberg's in it as well. Steven Spielberg, he works at the bank. Yeah. What does Steven Spielberg do at the bank? Absolutely nothing. At City Hall. Oh yeah, City Hall, right? He's there to collect the money for the back payment of taxes that they and owe. And why on earth is Steven Spielberg in a film? I don't want to see. This is 1980. 1980. I don't want to see Spielberg. Wasn't Steven Spielberg from now? Steven Spielberg. But why? When? Why put him in the film? This podcast employs a strict only like and subscribe if you really want to policy. Okay, bye.